VV Bennekom TV wordt mede mogelijk gemaakt door Jillis Baggerman Makelaardij en Estate, Hypotheken en Verzekeringen. Jurgen Šefčík, 2-1 nederlaag tegen Nunspeet. Lijkt erop dat we die wedstrijd in de eerste helft in twee momenten volledig weggeven. Ja, dat zie je goed. We hebben ook met elkaar besproken, hebben een goede trainingsweek achter de rug. De voornemens zijn goed in die wedstrijd te stappen, scherp te beginnen. En we worden de eerste 10 minuten onbegrijpelijk alle kanten opgelopen. En hebben we eigenlijk daar al een kansloze situatie naar de 2-0. Ja, dat is, ik zei ook in de rust, nou ja, je kan nu enorm uit je plaat gaan. Dat helpt allemaal niet, de situatie is zoals die is. Maar ik kan niet begrijpen dat je een wedstrijd zo kan verslapen in het begin. Daarna heeft het een tijdje geduurd tot we ons teruggeknokt hebben. Nou ja, dat is eigenlijk al een beetje te laat. Je had dan wat omzettingen naar aanleiding van vorige week. Mark Steenberg weer in de basis. Fatih en Redouan geloof ik geblesseerd. Maar neem ons mee door de rest van die wedstrijd. Ja. Nou, er waren geen omzettingen op basis van vorige week. We waren eigenlijk allemaal gedwongen omzettingen in verband met kleine kwetsuurtjes. Niks ernstigs, maar niet 100% fit. We willen met fitte mensen in het veld staan. Ik vind dat we zo vanaf de 25e minuut kwamen die schrik een beetje te boven en zijn we aardig gaan voetballen. Ook dat wat de bedoeling was over het middenveld en niet met lange ballen. Die 2-1 valt natuurlijk op een perfect moment. Voor wat betreft de teamspirit ook in de tweede helft heb ik echt geen opmerkingen. Er stond nu wel echt een team in het veld wat ervoor is gegaan. Alleen het vernuft in het geheel. Het is nooit de bedoeling om met lange ballen van achteruit naar de spits te gaan. We willen altijd over de voetbal komen en daarvoor hebben we ook de buitenspelers staan. Maar we zijn te vroeg in dat strijdvoetbal meegegaan in mijn ogen. Waardoor we relatief weinig kansen hebben gecreëerd. Al moet ik zeggen, op basis van een aantal momenten die we hebben gehad in de tweede helft. Bouw van de lijn, penalty die we volgens mij wel moeten hebben. Die jongen gaat daar echt niet meer liggen. Hadden we echt wel een gelijk spel verdiend. Ja. Nou, het is niet anders, op naar volgende week. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, je moet eerst maar eens deze wedstrijd laten bezinken. Straks de beelden bekijken. Mijn dank aan jullie. Dan goed kijken wat er met name in de eerste 10 minuten niet goed gaat. Want je zit ook maar aan de zijkant. En ik heb een idee hoe dat is gegaan. Maar daar gaan we nu de beelden voor gebruiken en dan die fouten afstellen. Goed, op naar volgende week en bedankt. Nee.